Volgens de voorspellingen wordt het vrijdag echt winter. Er wacht ons een pak sneeuw van 10 centimeter met alle gevolgen van dien. Welke Gelderse traditie is bekend genoeg om op de nationale erfgoedlijst te komen? De Nijmeegse Vierdaagse denkt in aanmerking te komen. En Sinterklaas, hij spreekt Nederlands en Spaans en sinds kort ook Achterhoeks dialect. Er bent een heleboel die het Nederlands toch een beetje raar vindt en die vindt het prettiger dat Sinterklaas in het dialect praat. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van woensdag 5 december. Een groot deel van Nederland wordt vrijdag ontwricht door zware en langdurige sneeuwval. Daarvoor waarschuwt Meteoconsult. Volgens het Wageningse Weerinstituut kan er meer dan 10 centimeter sneeuw vallen. En dat betekent dat we ons weer opmaken voor de winter. 8 tot 15 centimeter sneeuw en daardoor chaos op de weg. Je kunt maar beter voorbereid zijn. Het Wageningse Weerinstituut Meteoconsult waarschuwt dan ook. Er komt een echte sneeuwstoring aan en die komt in de nacht eigenlijk het westen van het land al binnen. Eind van de nacht ook Gelderland. En zoals het er nu naar uitziet gaat het een groot deel van die vrijdag sneeuwen. De ANWB heeft alvast een aantal nuttige tips. Als je op pad gaat, zorg dan dat je in ieder geval een warme deken bij je hebt. En zorg dat je warm gekleed bent, want iedereen kan met pech komen te staan, ook een jonge moderne auto. Zorg dat je in ieder geval alles goed voor elkaar hebt en dat je warm kunt wachten als je moet wachten als je met pech staat. In de garage van Van Essenbanden in Westervoort is het sinds vanochtend een drukte van belang. De mensen willen maar één ding. Winterbanden, hè? Winterbanden. Alleen maar winterbanden wisselen nu op dit moment. En dat gaat nu aan de lopende band. Je ziet wel... Staan in de rij. Maar lukt het om iedereen op het laatste moment van een setje winterbanden te voorzien? We doen ons best. We gaan wel proberen om iedereen te helpen. In ieder geval zo goed mogelijk. En denk ik wel dat dat gaat lukken. Sneeuw brengt natuurlijk niet alleen maar ellende met zich mee. Voor sommigen kan het winterweer dan ook niet snel genoeg beginnen. Ja, meer tips om aanstaande vrijdag goed voorbereid de weg op te gaan kunt u vinden op onze website gld.nl. Ze veilde de tanden van haar cliënten af, sloeg ze en ze dreigde met haar paranormale gaven hun hart stop te zetten. Van deze feiten wordt een zelfbenoemde therapeute uit Nijmegen beschuldigd. Ze stond vandaag voor de rechter. Volgens deskundigen was de 50-jarige neptherapeute psychotisch. Ze zei onder meer in een vorig leven de vrouw van Hitler te zijn geweest. De vrouw werd in juni opgepakt na een telefoontje aan de politie dat er een gewelddadige duivelsuitdrijving zou plaatsvinden in een woning in Nijmegen. In de voorgaande jaren had de vrouw een praktijk opgezet met cliënten waarmee ze, om angst uit te drijven, ook bezinningsreizen maakte. Onder andere naar Borculo, waar het helemaal uit de hand liep en er verbaal en fysiek geweld niet werd geschuwd. Justitie legt haar onder andere ten laste dat zij als alternatieve genezeres geneeskundige handelingen heeft verricht zonder noodzaak daartoe. Terwijl zij wist of ernstige reden had om te vermoeden dat zij schade of een aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van de klant zou kunnen veroorzaken. Er is sprake van een waslijst aan mishandelingen. De verdachte pakte onder andere een vijl waarmee ze 4 maal de tanden van een cliënte bewerkte. Er mocht geen geluid gemaakt worden, dus propte ze theedoeken in de mond. Cliënten werden aan de haren getrokken, veelvuldig op de zijkant van het hoofd geslagen, met een voet in het kruis gestaan. Een ex-cliënte zegt ook dat ze geïsoleerd werd. Ze mocht niet meer omgaan met anderen. Weer een andere cliënt zegt dat ze inspeelde op hun angsten om therapieën te blijven volgen. Toen de rechter de verdachte een foto liet zien van de gebroken neus die een van haar cliënten had opgelopen tijdens een sessie, toen brak ze bijna. Ze zei: "Het is verschrikkelijk, zo ben ik niet. Ik ben eigenlijk afgegleden op het moment toen ik mijn man verliet." Ze zegt ook dat ze nooit meer mensen wil behandelen of adviseren. Uit psychiatrisch onderzoek is komen vast te staan dat de vrouw ten tijde van het gebeuren psychotisch was en volledig ontoerekeningsvatbaar. De kans op herhaling zou klein zijn als ze professionele hulp zoekt. In een woonwijk in het centrum van Rhede heeft de politie ongeveer 2000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De partij lag in een schuur bij een huis. De bewoner is aangehouden. De politie kwam het vuurwerk op het spoor na een anonieme tip. Het gaat onder meer om nitraten, mortierbommen en ander zwaar vuurwerk. De Schuttersbogen in Didam, de Hummelse Kermis en het Fruitcorso in Tiel. Het zijn allemaal Gelderse traditie. Niet één Gelderse traditie komt op dit moment nog voor op de inventarisatielijst van Nationaal Immaterieel Erfgoed. Waarschijnlijk gaat daar snel verandering in komen. Want misschien wel de belangrijkste Gelderse traditie doet een aanvraag. Tradities. Gelderland is er rijk aan.
Maar er is één traditie die zelfs internationaal zeer bekend is. De Nijmeegse Vierdaagse. Die wil wel op de lijst van immaterieel erfgoed. Wij stonden al in het boek Dit zijn wij, de 100 belangrijkste tradities in Nederland. En toen het verhaal over dat immaterieel erfgoed kwam, toen dacht ik van ja, die link is snel gelegd. Daar horen wij dus ook thuis op die lijst. De aanvraagformulieren zijn al binnen. En wat het Gelders erfgoed betreft, kan de lijst best wat langer. Ze kennen zelfs nog niet alle Gelderse gebruiken. Gelderland is zo rijk aan tradities en heeft zoveel verschillende clubs, zoveel erfgoedgemeenschappen, dat we eigenlijk geen zicht hebben op de hoeveelheid tradities die Gelderland heeft. Het Gelders erfgoed wil uiteindelijk een Wikipedia van Gelderse tradities maken. Ja, meer hierover ziet u direct na het nieuws in ons achtergrondprogramma in Gelderland. Het mag zichzelf vanaf vandaag het schoonste winkelcentrum van Nederland noemen. Winkelcentrum Kronenburg in Arnhem. Het overdekte winkelcentrum kwam van de bijna 350 winkelcentra als beste uit de bus. De Stichting Nederland Schoon overhandigde de prijs vanmorgen aan de gemeente en de winkeliersvereniging. Ja. Van harte gefeliciteerd. Super. En nogmaals, houd het vast. Dankjewel. En u bent een voorbeeld, denk ik. Het schoonste van Nederland dus. Maar ja, wat is schoon? Nou, dat er in ieder geval geen rommel overal liggen, geen kauwgom, sigarettenpeuken. Dat is in ieder geval schoon. Een schone vloer. En dat doet Kronenburg het goed? Nou, volgens mij wel, ja. Ja, maar het is hier binnen schoon en prettig winkelen, dat wel. Kijk, als je het een cijfer zou moeten geven, dan heb ik wel zoiets van... het begint aardig op een gegeven moment richting in de 8 of 9 te gaan. Ja, we zijn daar bijzonder trots op dat we uit zoveel centra in Nederland, dik 300, als schoonste centrum gekozen zijn. De schoonste stad, ook dat nog. Maar wie is er nu zo schoon? De bezoekers of de mensen die hier werken? Nou, ik denk dat dat een samenspel is van alle partijen. En als er een keer wat extra's is, dan moet dat natuurlijk ook. Het moet gewoon schoon zijn. En het is belangrijk dat het winkelend publiek dat schoon ervaart. Dat is goed voor de business, dus goed voor ons. En Kronenburg is volgens schoonmaakgoeroe Rob Geus een voorbeeld voor Nederland. Ja, dit moet een kick-off zijn voor de Stichting Nederland Schoon om het komend jaar nog veel beter het land in te gaan penetreren. Om gewoon eigenlijk alle winkelcentrums zo te gaan krijgen zoals we die hier vandaag aantreffen. Zo, die zit erin. Waar een uitzending van een kinderprogramma al niet toe kan leiden. De 8-jarige Tigo uit Putten begon er zijn eigen voedselbank door. U ziet het straks. De politie heeft na een uitzending van het TV Gelderland-programma Dossier GLD meerdere tips gekregen over een aanranding in Arnhem. Een jonge vrouw werd op zaterdag 24 november aangerand op de Rijkerswoerdse straat. De politie is nog op zoek naar een belangrijke getuige. Het gaat om een vrouw die zaterdagochtend rond 8:30 haar hond uitliet. De TBS'er uit kliniek Oldekotte in Rekken, die zich tijdens een begeleidverlof aan zijn begeleidster vergreep en haar probeerde te vermoorden, wilde eigenlijk ontsnappen om zelfmoord te plegen. Dat zegt zijn advocaat. Volgens hem had zijn cliënt de avond ervoor het middel Ritalin gesnoven. Toen hij de vrouw vastbond, raakte die mogelijk opgewonden. De advocaat wil nu weten wat de invloed van het medicijn was en hoe de man eraan kon komen. De fietser die gistermiddag in Winterswijk werd aangereden, ligt nog altijd in zorgelijke toestand in het ziekenhuis. Een auto schepte de vrouw, maar de bestuurder reed door. Later meldde een vrouw uit Twente zich bij de politie. Zij zegt niets te hebben gemerkt van het ongeluk. De politie onderzoekt haar verhaal. Gemeenten lijden miljoenen euro schade doordat rioolbuizen doorboord worden bij het aanleggen van leidingen voor telefonie, gas, elektriciteit en drinkwater. Dat zegt Rionet. Het bedrijf trekt aan de bel op basis van gegevens van enkele rioolinspectiebedrijven en 76 gemeenten, waaronder Barneveld, Ede en Harderwijk. Door de beschadigde leidingen wordt de kans op gasexplosies, kortsluiting en drinkwaterbesmetting groter. Henk Timmer is na een week al teruggekeerd bij AGOVV. De technisch en commercieel directeur stapte eerder op uit onvrede met het gevoerde beleid. Timmer wilde de conclusies afwachten van de projectgroep Toekomstbetaald Voetbal Apeldoorn. Maar die bleken niet verder te gaan dan dat betaald voetbal in Apeldoorn niet eenvoudig zou worden. Timmer heeft nu alsnog zijn rentree gemaakt en mogelijk wordt hij zelfs voorzitter van de Apeldoornse club.
15 maanden celstraf voor de man die afgelopen zomer zijn woning boven een winkel in Tiel dreigde op te blazen. Hij had het gas opengedraaid en dreigde er een vlammetje bij te houden. Toen hij zag dat de politie bij het huis stond, draaide hij het gas weer dicht. De man was onder invloed van drank en drugs. Oud-burgemeester Gert Prik van Groesbeek is benoemd tot waarnemend burgemeester in Maasdriel. Hij gaat daar volgend jaar aan de slag. PvdA'er Prik volgt in Maasdriel zijn partijgenoot De Kloe op, die waarnemend burgemeester werd nadat hij er de verziekte bestuurlijke verhouding had onderzocht. De Kloe treedt op eigen verzoek terug. Nederlands en Spaans, die talen spreekt Sinterklaas wel, maar Achterhoeks dialect, dat is heel wat anders. En daarom ging de Sint speciaal op taalkursus. Zo kon hij vandaag de ouderen van zorgcentrum De Zonnekamp in Zelhem in hun eigen taal toespreken. Vol verwachting kloppen de harten van de Achterhoekers op respectabele leeftijd. Want Sinterklaas komt op bezoek. En de Sint heeft daarvoor speciaal een cursus Achterhoeks gevolgd. Als denkbeeld de deur komt, dan gaat het naar Nederlands. Er bent een heleboel die het Nederlands toch een beetje raar vindt. En die vindt het prettiger dat Sinterklaas in het dialect praat. En is Sinterklaas het Achterhoekse dialect voldoende machtig? Vragen we aan een echte Achterhoeker. Ja, dat neem ik aan van wel. U heeft het gehoord, u bent de deskundige. Ja, ja. Maar sommige mensen zijn niet geboren en getogen in de Achterhoek. Uit Utrecht. En toch kunt u het verstaan? Ja, nou, moeilijk hoor, moeilijk. En dan is het tijd voor de cadeautjes. Zien wat jullie kunnen van het dansje. Nou. Hier. Ik heb in jaren geen man gekust, dus ik vind het nou wel enig, hè? En dan Sinterklaas nog wel. Weet u dan allemaal wat Sinterklaas verteld heeft? Oh, dat ben ik alweer vergeten. Hij is nog maar 8 jaar oud, maar nu is hij eigenlijk al filiaalhouder van een bank. Van een voedselbank, wel te verstaan, want Tigo Noorman uit Putten zet zich volledig in voor minder bedeelden nadat hij op televisie een programma had gezien over de voedselbank. Het begon allemaal met deze aflevering van het Klokhuis over de voedselbank. En wat vond je daarvan toen je dat zag? Best wel zielig. Ja, waarom? Omdat ze niet genoeg geld hadden en geen eten. Tigo trok het zich zo erg aan dat hij zijn eigen spaargeld en zijn verjaardagsgeld wilde geven. Maar op aanraden van zijn ouders toonde hij de Klokhuisaflevering over de voedselbank in de klas. En dat opende ook bij de andere kinderen de ogen. Ik vind het eigenlijk wel best wel zielig dat sommige mensen dat dan niet kunnen kopen. Tigo liet het er niet bij zitten en maakte deze mand. Heb je er heel veel geld in gestopt? En wat ga je ervoor kopen van dat geld? Heel veel pakken melk. Ja, ik vond het best wel goed. Ik vond het gewoon een heel knap idee. Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik ben trots op hem. Intussen gaat Tigo zelf onvermoeibaar met zijn mandje van klas naar klas om als een goed heilig man zoveel mogelijk geld op te halen. Je bent een beetje een kleine Sinterklaas, hè? Ja. Hoe is dat om een beetje een Sinterklaas te zijn? Heel grappig. Volgens zijn klasgenootjes kan de echte Sint zelfs nog wat leren van Tigo. Nou, Sinterklaas, ik vind het beter dat u zich ook meer gaat bemoeien met de voedselbank in plaats van met allemaal cadeautjes te geven. Tigo heeft de smaak inmiddels te pakken. Als hij alle melk voor de voedselbank bij elkaar heeft, gaat hij gewoon door. Dan ga ik sparen voor pakken vla en voor smeerkaas. Ik denk dat straks de hele huiskamer vol staat met kratten voedsel bij u thuis. Ja, we zullen het zien. Ja, en voor het weer gaan we naar Margot Ribberink in Wageningen. Margot, we hoorden eerder deze uitzending. Vrijdag een dik pak sneeuw. Maar krijgen we ook nog sneeuw voor die tijd? Ja, ook vanavond, pakjesavond, zou er in Gelderland lokaal een beetje sneeuw kunnen vallen. En er waait een stevige noordwestelijke wind, guur dus. Maar de sneeuw is niets in vergelijking met de sneeuw die voor vrijdagnacht en vrijdag overdag voor Gelderland op het menu staat. Dan wordt heel Gelderland bedekt met misschien wel 10 centimeter sneeuw. Dat heeft natuurlijk hele grote consequenties ook voor het verkeer. Houdt u de berichtgeving omtrent de vrijdag goed in de gaten. Vandaag werd er vanuit het noordwesten koude lucht aangevoerd. In eerste instantie
gebied met flink wat zon. Maar op de Noordzee een storing met winterse buien. In de middag al boven het noordwesten van ons land. En in de namiddag en avond ook richting Gelderland trekkend. Ook vanavond kan er af en toe een beetje sneeuw vallen. En als het hard sneeuwt, dan kan het ook even blijven liggen. Kan het ook glad worden. Vannacht doven de meeste buien toch wel weer uit. En wordt het koud, min 3 graden. Dus ook door bevriezing zou het plaatselijk glad kunnen worden. Nou, morgenochtend zou er misschien ook nog een enkele winterse bui kunnen vallen. Maar daarna is het toch tot aan de avond droog. Met redelijk wat zonneschijn. Het is wel zo dat in de loop van de middag de hoge bewolking vanuit het westen gaat toenemen. En dat heeft te maken met de sneeuwstoring die vrijdagnacht en vrijdag over Nederland gaat trekken. Maar morgen is het nog niet zover. Eigenlijk een mooie winterdag. Zonneschijn. Een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Wel een beetje fris. 3 tot 4 graden. In de nacht naar vrijdag en vrijdag overdag. Dan gaat het dus flink sneeuwen. En als alles een beetje meezit, hebben we zaterdag een hele mooie winterdag. Kunnen we genieten van de sneeuw. Maar is het wel koud met 's nachts boven het sneeuwdek misschien wel matige of strenge vorst. En ook overdag komen de temperaturen dan niet meer boven het vriespunt uit. En dit was het nieuws van woensdag 5 december. En daarin zag u onder meer dat Meteo Consult vrijdag flinke sneeuwbuien verwacht. Er kon wel eens een pak van 10 centimeter sneeuw vallen. En dat de Nijmeegse wandelvierdaagse graag opgenomen wil worden op de Nationale Erfgoedlijst. Ik wens u nog een fijne avond.